Uber is een merk waar enorm veel over gepraat wordt, maar niet zoveel met. Vandaar dat ik de marketingbaas EMEA maar eens heb uitgenodigd. Patrick Stal van Uber. Patrick, van harte welkom. Dankjewel. Nou, laten we eens met je vakgebied meteen beginnen. Als je nou als marketingverantwoordelijke, waarover zo meteen een stuk meer, maar wat is jouw belangrijkste boodschap die je vanuit marketingperspectief kwijt wil? Ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen wat wij proberen te doen en hoe we dat doen. Maar het begon bij mij vooral mijn reis bij Uber zelf om marketing binnen Uber te laten landen. Want dat was echt nog wel iets als discipline wat onontdekt was. Ja, ja, want het was niet nodig. Want er is natuurlijk elke dag wel iets te doen over Uber. Ja, en het interessante was, je hoort heel vaak andere marketeers spreken over, ik zou marketing willen doen zoals Uber. Uh-huh. En dan kom je daar en denk je, we hebben gewoon een ongelooflijk goed product gemaakt. Uh-huh. We hebben eigenlijk nog nooit over marketing nagedacht. Dus dat is ook wel interessant in het kader van start-ups en scale-ups. En een fantastisch product hebben. Ja. Maar ook nadenken over hoe je dat op lange termijn wilt doorbouwen, is wel een leercurve. En hoe pak je dat? Want hoe kwam de relatie tot stand tussen jou en Uber? Nou, ze hebben mij uiteindelijk gevonden vanuit mijn vorige rol als marketeer elders, ook binnen tech. Om te zeggen, ja, wij denken dat we hier een team hebben. We denken dat we hier een discipline hebben die wij nog niet volledig hebben uitgebouwd. TomTom, hè, zat je? Nou, dat was mijn vorige werkgever. Ja. En toen de sprong dieper genomen, 1,5 jaar geleden. En een bedrijf gevonden dat ongelooflijk gedreven is. Waar de mensen binnen het bedrijf ook veel meer missie gedreven zijn dan wat ik van buiten eigenlijk zelf vanuit het merk vond. Mm-hmm. En dat vind ik ook zo boeiend. Er is ongelooflijk veel binnen de organisatie wat van buiten onbekend was. Dus dat was voor mij ook de motivatie om te zeggen, ja, hier kan ik wat mee. Mm. Het is namelijk niet het ouderwets beeld van marketing iets leuker maken dan het is. Maar in dit geval echt, ja, wat zijn de verhalen die al bestaan binnen het bedrijf? Ja. Hoe kunnen we de wereld laten zien waar wij mee bezig zijn? Zonder dat ze het idee hebben dat ze proberen iets te verkopen. En je zegt wat we doen en waarom we doen. Vertel. Ja. Wat doen jullie en waarom? Ja. En dan zijn we op dit moment ook bezig om daar goed over na te denken wat de toekomst in betekent. Ja. Je kunt eigenlijk Uber schetsen als een bedrijf wat 8 jaar geleden, of een product wat 8 jaar geleden ontdekt is. Mm-hmm. 2-3 mensen die in Parijs stonden zeiden van, wat zou het goed zijn om na deze conferentie gewoon een ritje hier op de stoep te kunnen bestellen. Nou, wij zijn appbouwers, we kunnen dat maken. Eerste fase doorgegaan, toen geven we nagedacht van wat willen wij eigenlijk. En toen de missie gezet om mobiliteit voor iedereen in de wereld zo beschikbaar te maken als vloeiend water. Zodat waar je ook bent, dat je gewoon een kraan kan opendraaien en je kunt eigenlijk ergens naartoe gaan. Maar dat is inmiddels veranderd. Want we zijn niet alleen meer een transportbedrijf voor mensen. We zijn ook een vrachtbedrijf in de Verenigde Staten. We hebben Uber Eats, zijn daarmee het grootste voedselbezorgingsbedrijf ter wereld. Groei enorm door. Dus ook die missie gaat steeds verder, die is aan het evolueren. Dus we hebben recent een stap teruggenomen om te zeggen van, met alle activiteiten die we vandaag de dag ontplooien, waaronder vliegende auto's, wat een interessant term is om eens een keertje over na te denken. Autonomous driving en andere dingen. Wat doen wij eigenlijk? En als vliegende je dan auto's. Teruggaat, ja, kunnen we het zo nog over hebben. Maar als je dan teruggaat naar die kern, dan is het creëren van kansen eigenlijk wat veel mensen bij u bedrijft. Of dat nou is de kansen voor onze chauffeurs om geld te verdienen, om zichzelf te verbeteren, om lessen te nemen. Of dat is de kansen van de mensen die in de auto stappen, ergens op tijd naartoe komen. Kansen voor restaurants om 3, 4, 5 keer zoveel omzet te draaien met dezelfde keuken die ze hebben. En kansen voor onze mensen intern ontwikkelaars om producten te ontwikkelen en te ontplooien. Mm. Maar dat alles wel door beweging. En ik denk wat ons anders maakt dan veel van de techbedrijven waar je vaak over leest, is dat wij zo ongelooflijk geworteld zijn in de echte wereld. Wij gebruiken digitale technologie, maar wij organiseren de fysieke wereld. Hm. Wij bewegen auto's en mensen door de stad heen. Wij bewegen maaltijden tussen restaurants en mensen die honger hebben. We wegen vrachtpartijen en nog meer. En ik denk dat ook een groot verschil is in de manier waarop we onszelf organiseren. En wat wij ook ambiëren als organisatie in vergelijking met veel van die thuisspelers. Ik wil zo meteen meer over het concept van een platformbedrijf. Hè, ja. En de impact die je daarmee hebt op de economie vandaag de dag. Even één ding wat natuurlijk altijd terugkomt. Dat is toch het fenomeen. Is nou Uber een hele fijne werkgever of opdrachtgever? Of buiten jullie de ZZP'er uit? De ene discussie is nog niet klaar of de andere begint. Wat is jouw mening daar? Oh ja, ik weet je mening wel, maar licht eens toe. Wat doe je met al die kritiek elke keer weer? Nou, laat ik even op het platform beginnen. Dus ja, Uber is een fantastisch werkgever voor mij. Ja. En het is voor ongeveer 3,5 miljoen mensen in de wereld een fantastisch platform waarop zij geld kunnen verdienen. Hm. Ze zijn daarmee de grootste inkomensverschaffer ter wereld. En daarmee hebben we ook heel veel invloed op de samenleving. Waar we ook zijn in de wereld.
Dat betekent ook dat wij onderdeel van dat zijn van dat debat. En vaak het speerpunt van het debat over ZZP'ers, onafhankelijke ondernemingen. Als je bedenkt een bedrijf als Kluspot of een soort marktplaats voor diensten. Die deden veel al hetzelfde als platform als wat wij doen. Maar dat gebeurt nu op een schaal dat de economie doorheeft dat er iets moet veranderen. Dat de wetgeving moet veranderen. En het interessante is voor mij als werk als marketeer, is dat ik de mensen die bij mij op het platform komen werken, of ze nou auto's gaan rijden of dat ze maaltijden gaan bezorgen, zou ik graag veel meer willen bieden, omdat ik me wil onderscheiden. Dus ik zou graag verzekeringen aan willen bieden, en vaderschapsverlof en ouderschapsverlof. Pensioenregelingen, arbeidsongeschiktheidsregelingen. En daar beginnen wij nu aan. Maar zonder dat je werkgever wordt. Juist. Dus dat is het interessante. En waarom wil je geen werkgever worden? Nou, omdat wij geloven in de flexibiliteit en de keuze van mensen. Kijk, in Nederland hebben wij een markt waar wij concurreren met taxibedrijven, openbaar vervoer, de fiets, de auto. In bijna alle andere landen in de wereld concurreren we met grote, ook andere platformbedrijven. Of dat Careem in het Midden-Oosten is, of Lyft in Noord-Amerika, of Yandex in Rusland, of Didi in China. Didi in China, ja. Die ook in Mexico zijn begonnen nu, hè? Ja, irritant, hè? Ja, ongelooflijk. Een goede, sterke concurrent. Ja. En dat is belangrijk, omdat wat je ziet is dat die ZZP'er, die onafhankelijke ondernemer die voor ons rijdt of koeriert, die heeft een keuze. En die kan kiezen om het ene minuut een ritje op mijn platform te verzorgen en het andere minuut een ritje op een ander platform. En dat gebeurt ook actief. Dus mijn rol als marketeer binnen die marktplaatsen is zorgen dat ik zoveel mogelijk tijd van die ondernemer op mijn platform krijg. Is er een onderscheid te maken tussen, kijk, want vaak wordt de hele discussie meteen helemaal platgeslagen van de ZZP'er. Maar zijn er niet, je hebt ZZP'ers en ZZP'ers volgens mij. Hè? Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je ook aan de onderkant van de markt natuurlijk misschien best schrijnende gevallen hebben die gewoon best hard moeten werken en dan gewoon niet zoveel verdienen. Hoe ver gaat jullie verantwoordelijkheid daar dan in? Hoe verre opdrachtgever zijn jullie? Nou, verantwoordelijkheid, ik wil me even anders draaien. Niet omdat ik het wil spinnen, maar omdat het goed is te begrijpen dat er dus in al die landen concurrentie plaatsvindt. Het maakt niet uit waar je in de samenleving zit. Je hebt een keuze over waar je je tijd aan gaat besteden. En dat zodra je bij ons onvoldoende verdient ten opzichte van alle andere inkomensmogelijkheden. Dus je zou bakker kunnen worden, je zou vakken kunnen vullen, je zou advocaat kunnen zijn of accountant. Mensen maken een bewuste keuze om bij ons te werken voor het inkomen wat ze krijgen. Wij merken, zodra wij onder een bepaalde grens gaan, omdat er bijvoorbeeld te veel chauffeurs op het platform zijn op een bepaald moment, te weinig ritjes, nou, dan zakt de prijs op dat moment. Dus het is echt een actieve marktwerking. En dan zie je dat mensen kiezen om andere taken te gaan uitvoeren. En dat is ook eigenlijk de kern van het model. Maar dus hebben jullie daar geen echte verantwoordelijkheid in? Het is een keuze van de individuele chauffeur of wie dan ook. Die zegt van, ik wil gebruik maken van dit platform. Juist. Zo werken ze. Juist. Dit kan ik eraan verdienen. Juist. En jullie zeggen, eigenlijk, dat bedoel ik niet verkeerd, maar teken de lieve. Het is het model. Nou, onze verantwoordelijkheid ligt in de transparantie, vind ik. Ja. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat mensen van tevoren weten wat ze bij ons kunnen verdienen. En dat kunnen we soms beter doen. Dus ik vind dat we actief gewoon mensen beter moeten informeren. Dat zien we ook in gesprekken die terugkomen. Onze verantwoordelijkheid ligt ervoor om het platform balans te houden. Dat betekent dus dat we moeten zorgen dat als mensen bij ons willen komen werken, dat er genoeg vraag naar is. Dus als marketeer moet ik dat in balans houden. Mm. Om te zorgen dat ze dat ook vervolgens kunnen gaan verdienen op dat platform. Mm. En onze verantwoordelijkheid ligt in de tijd dat mensen op het platform zijn, om ze in die tijd zo goed mogelijk te beschermen, zo goed mogelijk te behandelen. Want dat is een tijd waar ik natuurlijk ook wil dat zij goede diensten leveren aan de mensen die daar komen shoppen. Ja, want ze vertegenwoordigen ook jullie. Precies. Ja. En wat zou je aan wetgeving, wat zijn de belangrijkste hurdles als het gaat om, want het is een beetje discussie, hè? Wetgevers die zeggen, hey, Uber doet dingen die niet mogen. Jullie zeggen, ja, gast, die wetgeving voor jullie die is uit de vorige eeuw, toch? Sluit een beetje plat. Maar wat moet er veranderen aan die wetgeverskant? Nou, even terug. Wij doen bijna geen dingen meer die volgens wetgeving niet kunnen. Dus we hebben een jaar geleden besloten dat niet meer de manier waarop we willen. In het begin waren je nog lekker rebels. Ja, in het begin, maar dat weet ook iedereen. We zijn een beetje de Robin Hood van de taxi-industrie geweest. We zijn overal binnengekomen. Al zijn er van, joh, dat hele P2P-model. Dus wat we in Amerika hebben, dat Ronnie heeft een rijbewijs, Ronnie heeft een auto. Ronnie laat zijn auto checken en die kan morgen gaan rijden. Ja. Dat was daar ook niet legaal. Ja. Maar de wetten zijn aangepast omdat het zo snel schaalde om dat mogelijk te maken. Ja. Toen Uber in Europa was begonnen, is er naast de professionele transportdiensten met gecertificeerde chauffeurs, is er ook meteen begonnen aan het P2P-model. En dat is volkomen tegen alle wetgeving ingeweest. Dat is iets wat we teruggedraaid hebben, maar wat ons ongelooflijk veel reputatieschade heeft gekost. Nu nog, er zijn nu heel veel mensen in Nederland waarop, als ik spreek op Boris, jullie zijn toch illegaal? Nee, helemaal niet. Iedere chauffeur in Nederland heeft een chauffeurskaart, rijdt onder een transportvergunning. Ja. Veel van hun hebben taxivergunningen, zijn voormalige taxichauffeurs. Maar ze vinden het fijner om op platform te werken dan met hun vorige
werkgever waar ze ook werkte. Ja. Dus dat is een bewuste keuze die zij maken. Maar wat moet er aan wetgeving veranderd worden voor jullie om nog beter je diensten te kunnen bieden? Nou, die vraag ga ik beantwoorden. Ik als marketeer zou het heel fijn vinden, ja, als ik de vrijheid zou krijgen om echt te concurreren voor de tijd van die chauffeurs of de couriers of wie dan ook op het platform. Ja. Ja. En dan komen we straks op restaurants en andere dienstverleners. Ja. En om dat mogelijk te maken zou het voor mij heel fijn zijn als de kaders van het werkgeverschap iets zachter worden. En dat is niet omdat ik mensen niet als werknemer wil zien, maar dat is op dat platform. Als ik wil kiezen om iemand inderdaad pensioenpotjes per uur in te betalen, omdat ik als marketeer zeg, dan kan ik me mee onderscheiden ten opzichte van, ja, een Careem of een Lyft of een Didi. Ja. Ja, dan wil ik graag die mogelijkheid hebben. Want even voor de duidelijkheid, in Amerika bijvoorbeeld, daar heb je echt drivers die gewoon, zeg maar, de verschillende mobieltjes naast elkaar hebben hangen, ja, bij wijze van spreken. En dat de concurrentie is. Dat houdt mij 's nachts wakker. Ja, ja. Want waar we dan in geleiden is dat er een soort commoditization ontstaat, waardoor zowel door chauffeurs als mensen die een ritje nemen of mensen die een maaltijd bestellen, ja, dat is of het een of het ander. Het maakt niet uit. Ik gooi twee apps open en kijk wie de snelste is en wie het goedkoopst is op dat moment. En dat is de keuze van de consument. Ja. Dus dat creëert ook een bepaalde dynamiek in die marktplaats. Wij bepalen die prijzen niet. De prijzen worden bepaald door hoeveel mensen bereid zijn op het moment voor een ritje te geven. Mm-hmm. Maar ik wil mogelijkheden krijgen en creëren. En dat is aan de ene kant door communicatie en merk bouwen. Aan de andere kant is het ook heel, heel tactisch. Ik wil chauffeurs bepaalde dingen bieden om loyaal te zijn aan mijn platform en hier hun werk uit te gaan voeren. Ja. Wat ik ook zie, als chauffeurs meer bij Uber werken, dat ze langzaam het verhaal van Uber beter begrijpen, dat ze meer inzicht krijgen, dat wij ook een lange relatie met ze aan kunnen gaan. En dat we op die manier ook hun weer als merkambassadeur kunnen zien, ja, vanuit hunzelf. Ja. Ja. Want ik kan niet zoals bij een werkgever zeggen, Ronnie, je werkt voor mij, ik wil dat je altijd dit zegt als de deur open gaat, ik wil dat je die kleding aan. En dit mag je niet zeggen en dat mag je niet zeggen. Nee, dus er zijn natuurlijk wel normen en waarden op het platform en het ratingsysteem en ongelooflijk veel veiligheidsaspecten die digitaal ingebouwd worden op de techniek. Ja. Maar ik kan gedrag van de chauffeur niet scripten. Nee. Dus dat moet ik via andere kanalen doen. Nou, en des te meer, des te sterker de relatie is, des te meer mogelijkheid heb ik om uiteindelijk jou als persoon die een ritje neemt, of jou als persoon die de deur open doet en een maaltijd bezorgd krijgt, een betere ervaring te bieden. Ja. Hey, de Uber van morgen, laten we eens kijken. We zien nu een aantal dingen. We zien e-commerce verschijnen in sommige landen, waarbij ze, zeg maar, oeps, het middellaadje open en wil je nog een koptelefoontje kopen, zeg maar. Je ziet andere modellen van mobiliteit. In Afrika uiteraard veel meer motoren en dat soort grappen. Vliegende auto's noemde jij net even. Geef ons eens een blik even in, in de wereld van morgen en Uber. Ik vind dat commerce-stuk vind ik zo mooi, want dat is het ondernemerschap puur zang. Ja. Een Uber-chauffeur die besluit van, ik heb mensen in de auto en die willen wel eens een pepermuntje kopen, of die willen een koptelefoontje kopen. Ja. En die besluit om dat mogelijk te maken. Dat is nou echt de essentie van het ZZP'er. Maar dat was een start-up of zo? En die had dat als conceptje verzonnen of zo? Of? Nou, dat is nog steeds een derde partij. Dat is nu een specifiek geval. Maar we hebben in heel veel andere plekken gewoon chauffeurs die inderdaad in de auto iets verkopen. Ja. En nou ja, goed, fantastisch toch? Ja, mensen daar vragen. Upsellen heet dat. Nou. Ja, als de klant er toch zit. Even de Uber van de toekomst. De Uber van de toekomst ga ik op twee manieren beantwoorden. Ten eerste is het platform. Uber zijn wij bezig om steeds meer als platformmerk ook te positioneren. En als je ergens naartoe wilt of je wilt iets naar je toe krijgen, nou, dan is dat een plek waar je naartoe wilt gaan om dat mogelijk te maken. En of dat nou is dat je stapt in een UberX, of dat je stapt in een Uber Black, of dat je op een fiets stapt, een e-bike of op een e-scooter, of dat je de lucht ingaat met een vliegende vliegende auto. Maar hoe concreet zijn jullie daarmee bezig? Over 2 jaar gaan we daar commercieel mee live. Met een vliegende auto. Ja, en ik vind het wel lastig om te zeggen vliegende auto. Want het is alsof we een soort gemotoriseerde koets zeggen. Dus we moeten daar echt een betere term voor. Ja, want anders krijg je een Jetsons beeld. Ja, precies. Maar dat is het. Het zijn uiteindelijk personenvervoerende drones. En, personenvervoerende drones. En dan met name van luchthaven de stad in of wat? Ja, de eerste trips worden van luchthaven de stad in. En dat gaan we in 2 Amerikaanse steden. We zijn nu aan het kijken wat de derde stad wordt buiten de US. Waar we dat gaan piloten. En dat gaat gewoon commercieel beginnen. Dus hoeveel personen kunnen daar dan in? Geen ver van je bedshow, dat zullen een aantal personen zijn. Maar die technologie is reëel, dat gaat gebeuren. Daarnaast is autonomous, dus zelfrijdend. Ja. Dus even het spectrum van boven de markt tot onder de markt. Vliegend, dat zal nog steeds voor een bepaalde groep zijn aan het begin. Maar dat zal commercieel al viable zijn. Ja. En daarnaast is onze techniek inmiddels in staat om de luchtruim beter in te delen en te plannen dan dat de huidige systemen dat zijn. Dus daar zie je ook een stukje techniek en machine learning in, te pas komen. Ja.
Autonomous zal iets voor zorgen, en dat is wel altijd een mooi debat, want het zelfrijdende auto. Ja, heel kwetsbaar debat ook, hè? Want als er dan heel één ongeluk debat gebeurt en er overlijdt iemand, hoe vreselijk als een kist. Wij hebben op dit moment 3,5 miljoen mensen die inkomen krijgen op een platform. Een groot gedeelte daarvan zijn chauffeurs. En dan ga ik van, ja, maar je wilt mij vervangen met een zelfrijdende auto. Nou, nee, absoluut niet. Maar als ik met een chauffeur spreek, wat vindt hij het allerergst? Die vindt het allerergst een ritje van 2 tot 3 kilometer... tussen 2 bepaalde plekken die hij een paar keer per dag moet doen. Dat vindt hij niet prettig. Nou, dat zijn nou precies de ritten die aan het begin door zelfrijdende auto vervuld kunnen worden. Hmm. Dat betekent dat die chauffeur veel meer van zijn tijd kan besteden aan complexe ritten, langere afstanden en daar weer meer kan verdienen. Dat betekent dus ook dat je de basis van die heel monotone eigenlijk rondje om de kerk korte stukken, daar kun je de prijs weer verlagen. Daardoor kun je weer veel mensen op transportmogelijkheden bieden die vandaag helemaal geen toegang hebben tot dat soort mogelijkheden. Dus daar zie je echt een aanvulling op openbaar vervoer. Dus en shared driving, wat je bij een concurrent, was dat Faya of zo volgens mij? VFN. Dus dat je niet een eigen Uber, maar dat je een soort van soort crossover tussen een bus en een van. Is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Ja, maar je ziet bijvoorbeeld Uberpool al live in Parijs. Een aantal grote steden waar het gewoon echt het ouderwetse carpool concept, maar dan met moderne techniek. Dus je stapt in. Je hebt de mogelijkheid dat je tot 5 minuten langer over doet, omdat hij nog iemand anders afzet die ongeveer op jouw route zit. En dat is technisch heel complex om dat goed voor elkaar te krijgen. Dat je dus zo weinig mogelijk vertraging krijgt. Hm. Maar voor de helft of een kwart van de kosten kan rijden. Dus daar zie je dat ieder ritje in Parijs afgelopen weekend 3 euro gekost heeft voor iemand die een Uberpool nam. Nou, en dat zijn natuurlijk mogelijkheden om weer jongeren, maar ook mensen die niet per se financieel in staat waren om bepaalde vervoersmogelijkheden beschikbaar te maken. Hm. Nou, en dan komen we op het volgende stuk. En dat zijn andere modaliteiten in andere landen. Of dat nou tuk-tuks zijn in India of in Mombasa. Of dat zijn motorfietsen in Lagos en andere modaliteiten. Waardoor we permanent aan het kijken zijn. Hoe kunnen wij naar 1 miljard gebruikers en hoe kun je de volgende x100 miljoen mensen toegang geven tot het platform? En dat zijn zeker niet duurdere opties, maar dat zijn toegankelijke opties. Juist ook, precies. Ja, want je ziet ook met name in landen als de Afrikaanse steden, dat mobiliteitswise, dat is natuurlijk een puinbak. Dat slipt allemaal dicht. Ja. Dus daar zul je op een of andere manier met intelligente oplossingen iets moeten doen. Ja, dus ik ben een paar maanden geleden in Lagos geweest, wat een vreselijk interessante stad is. Ja. Maar qua verkeer een absolute nachtmerrie. Ja. Daar klagen wij hier wel eens over de files, A2. Ja. Maar dat kun je niet voorstellen wat daar vaststaat. Dat zijn verkeersinfarcten. Dat zijn miljoenen mensen die gewoon dagelijks een paar uur per dag stilstaan. Ja. En als we dat kunnen verhelpen door andere modaliteiten. Want dat is natuurlijk altijd de vraag. Je krijgt meer mensen die mobiel worden in de wereld. Mm. Dat is ook altijd een leuk debat over, voegen wij toe aan een verkeer in een stad als Londen of nemen we het af? Yeah. Nou, en de realiteit is, door al het onderzoek is, aan het begin zul je zien dat het toeneemt. Maar naarmate diensten zoals Uber en onze concurrenten toegankelijker worden, stabieler worden, betrouwbaarder worden, zul je zien dat steeds meer generaties geen auto kopen. Ja. Dus het is altijd even een piek, maar daarna is het echt een afzwakking van het autogebruik. Hoeveel invloed heb jij als marketeer op het feit dat je toch, volgens mij zou ik dat willen in ieder geval, is dat het echt een love brand wordt? Even een stapje terug. Ik kwam in 2017, 1,5 jaar geleden, bij dit bedrijf. En ik zag een merk waar iedereen het over had, zoals je ook begon, maar wat zelf niet aan meepraten was. Ja. Dus dat is even stap 1. En het interessante is, Uber was een enorm love brand. Het was de hottest shit in town. Ja. En dan is gewoon, oh my god, je hebt nog geen Uber-account? Wauw, wat heb ik nou een social equity als early adopter, dat ik een Uber-account heb in Nederland. Dat was een hele lange periode het geval. 2017 is het jaar geweest waar wij door hadden dat wij niet alleen altijd niet de juiste dingen hebben gedaan, maar ook de pijn die je hebt als organisatie als je alleen maar een goed product hebt en mensen nooit hebt uitgelegd waarom je met dat product bezig bent. En dat is merken bouwen voor mij. Ik wil even het stuk love brand. Ik wil een waardevol merk creëren. Mm-hmm. Dat betekent dat ik een merk moet creëren wat bij mensen de keuze stuwt. Ik moet uiteindelijk ervoor zorgen dat mensen in een markt zeggen, oh, ik heb Kareem en ik heb Uber. Mm. Maar maakt niet uit of zij even iets duurder zijn of dat ze iets langzamer bij me zijn. Ik pak Uber. Waarom? Nou, dus laat mij beginnen bij dat waarom-stuk. En als ik door dat waarom-stuk het voor elkaar kan krijgen dat mensen gepassioneerd over mij zijn en over onze diensten, te gek. Maar dat waarom-stuk is belangrijk. En dat waarom hebben we nooit voldoende uitgelegd. Dus ik heb bij heel veel andere organisaties gezegd, maar het was van, jezus, kunnen we alsjeblieft nog een feature bedenken om een product te proppen, zodat we weer een onderscheidend stuk hebben om over te praten. En ik ben hier gekomen bij een organisatie die gewoon vastlijsten aan features, aan technologie heeft waar zij nog nooit over gesproken hebben. Er zijn heel weinig mensen die weten dat als zij in een ritje stappen,
dat het getracked wordt, dat het telematics zijn die ons vertellen over een chauffeur veiligheid. Ja. Dat als een ongeluk gebeurt, dat er proactief contact met je wordt opgenomen. Dat wij rijtijden beperkingen hebben waar de chauffeurs aangehouden worden. Dat sowieso iedere chauffeur background check gedaan heeft en gecertificeerd is. Dat er SOS en veiligheidsdiensten zijn. Dat wij proactief mensen waarvan wij zeggen van ja, weet je, je bent onveilig op het platform, van het platform verwijderen. Dat je altijd je rit kan delen met iemand om een live view te krijgen. Features genoeg. Dat je fees kan delen digitaal. Dat je meerdere stops kan toevoegen. Dus er is zo ongelooflijk veel voor ons om over te spreken. Laten we daar even beginnen. En dat is aan de transportzijde, zowel als aan de voedsel delivery side. Om toch de mensen wat meer educaten over, joh, wat krijg je nou als je voor Uber kiest? En laten we vanuit die basis een betere kennis beginnen om vervolgens ook een emotionele band met het merk te bouwen. Ik ben daarin misschien iets anders dan andere merkenmarketeers. Ik ben echt een merkenman van achtergrond en van discipline en van opbouw. Ja. Maar ik vind het heel onprettig, en misschien ben ik daar iets te Hollands voor, om op zo'n Amerikaanse merk te bouwen door puur alleen maar emotionele rotzooi te spuwen. Ja. Want vooral een merk zoals wij, waar heel veel mensen toch cynisch kijken naar het afgelopen jaar. Dus van, laat mij even feiten geven, laat me jou de informatie geven om bewuste keuze over ons te maken. En laten we dan beginnen door daar hopelijk een band met elkaar op te bouwen. Dus voorlopig heb je nog werk genoeg te doen. Ik heb werk zat te doen. Vond ik ongelooflijk leuk. Ja, ik wens je daar heel veel succes en plezier mee. Dank je wel voor het gesprek. Dank je. En dank je wel voor het kijken naar weer een gesprek hier op cvdtv.nl. Als je wil kun je ook onderweg luisteren. Bijvoorbeeld als je in een Uber zit. We zijn op alle podcastplatformen zijn we te zien. Maar je kan ook gewoon op de website, op de app, waar je maar wil. Voor nu, dank je wel. Hoi.